Menno Heerkens, prachtige overwinning bij Hoogland. Lastige wedstrijd zou het worden, maar jullie speelden een geweldig eerste half uur. Ja, ik denk, je hoort natuurlijk Hoogland, oktober hebben ze volgens mij voor het laatst verloren. Dus dan weet je ook sowieso dat het lastig wordt. Uitwedstrijd, andere tactiek van Hoogland, waar we niet vaak tegen spelen. Dus dan denk je dat het lastig wordt. En dan, als je dan een half uur 2-0 voor staat, dan mag je heel blij zijn, denk ik. Ja, die wedstrijd in Hoogeveen, ik weet niet of jij hem toen gezien hebt. Maar toen was het inderdaad zo dat Hoogland defensief speelde. En ja, toen uiteindelijk snel de voorsprong kwam. Waardoor jullie het toen moeilijk hadden. Nu was het omgekeerd. Ja, je ziet het vaak, denk ik. Hoogland probeert vanuit de defensieve organisatie te spelen inderdaad. En dan via de zijkanten een beetje door te komen en de ballen erachter te leggen bij ons. Ja, en als zij dan 2-0 achterkomen, dan is het als defensieve ploeg vaak wel moeilijk om te schakelen, denk ik. Dus als je tegen zo'n ploeg een voorsprong komt, dan is het voor ons een stuk makkelijker voetballen. En hoog tempo, hè? Ja, zeker. Ik denk een paar mooie aanvallen. En onze goals zelf waren niet uit een mooie aanval of zo. Een mooie corner van Sebastiaan, goed verlengd van Twan. Saba was scherp. Ja, en die tweede een beetje gelukkig uit de counter. Dat die jongen niet door had dat de keeper uit de goal is. Dan kan Saba hem ook zo mooi binnen tikken. Dus dat was lekker voor ons. Echte spits, hè, die Saba? Ja, hij is er wel veel mee bezig dat hij moet scoren, ook dat we hem terug moeten leggen op hem. En nu konden ze allebei lekker, stond hij zeker twee keer op de goede plek, dus dat is ook voor hem goed voor zijn vertrouwen. Ja, zeker goed voor het vertrouwen. En na dat eerste half uur krijg je het op een gegeven moment even iets lastig. Ja, we hebben het in de rust over gehad. Zij spelen veel naar de zijkanten, naar de backs, omdat ze met vijf verdedigers spelen. En dan leggen ze hem bij ons erachter. Dus ja, dat zijn moeilijke dingen voor onze centrale verdedigers. En ik denk het eerste kwartier van de tweede helft hadden we het ook nog wel lastig. En daarna kwamen we wat makkelijker zelf weer aan het voetballen, dat we wat rustiger bleven. En dan denk ik dat het voor hun ook, dat de moed wel een beetje in de schoenen zakt bij hen. Ja, want ik dacht even in de rust, die wind begon wat te draaien, wat aan te wakkeren. Jullie haalden hem tegen. Ik denk, oei, dit kon nog eens lastig worden. Ja, dan gaan ze wat opportunistischer spelen. Ze speelden ook wat verder naar voren in de tweede helft. Hadden we in het begin echt... dat ze veel corners hadden, dat ze vaak voor onze goal kwamen. Maar compliment aan onze verdedigers dat ze dan zo goed oplossen. En wat ik zei, ik denk later spelen we wat beter weer positiespel. Dat we wat langer de bal kunnen houden, dus dat is dan wel weer beter. Ja, je komt eigenlijk niet in de problemen. Dat doelpunt valt ook heel laat, te laat voor hun. Ja, dat is nog even jammer voor Nick. Ik denk dat de verdediging hele wedstrijd wel goed stond. Een paar kleine kantjes tegen, maar voor de rest stond het weer heel goed, vond ik. Dus dan is het wel jammer dat je een goal nog tegen krijgt. Kijken naar de ranglijst, dan zit een hele belangrijke, want je zet Hoogland nu op 5 punten. Ja, ik zag het staan. Van tevoren stonden ze op 3 of 4 punten. En nu is het gat tussen hun en ons wat groter geworden. En voor onszelf blijven winnen, dus dan is het lekker ook naar de bovenste ploegen toe. Ja, zij waren te gast op het feestje, periodefeestje van Hoogeveen destijds. Nu is het andersom. Ja, dat is wel lekker, hè? Ja, dat zijn best wel aparte dingen inderdaad. Bizar, Hoogeveen periodekampioen geworden, dan komen zij bij ons, halen ze de punten weg en nu andersom inderdaad. Dus apart. Ik had de indruk dat de focus bij jullie nog niet op HZVV was. Die kan er nu wel volledig op. Ja, nee, dit is gewoon voor ons in de competitie een hele belangrijke stap waar we naartoe willen, naar boven natuurlijk. Dus daar moet je in instantie goed mee bezighouden. We hebben goed gedaan, denk ik. En nu kunnen we ons focussen op woensdag, wat ook een mooie wedstrijd wordt.